Hi, hi, welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Schorpioen, lieve Schorpioen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ga ik ook je maan, ascendant en je Venus teken. Mijn stem is een beetje, niet optimaal zoals je hoort, maar ja, ik wou toch readings op gaan nemen. Ik ben ook weer bezig met een winactie, zoals de meesten misschien wel weten. Wat mag je gaan doen, mocht je mee willen doen of kans willen maken op een basisreading? Abonneer je op mijn kanaal. Druk op de rode abonneerknop. Een like voor deze video en onder in de comments wat je maar wilt. En toi, toi, toi. We gaan eens kijken wat mag ik ontvangen. Mijn readings zijn tijdloos. En ik heb hier al een aantal kaarten, maar ik wil er graag één. Wat mag ik ontvangen voor de schorpioen? Face your fears. Oké. Ik heb hier ook nog een kaart onderop support. Dus er is iets waarin jij waarschijnlijk met bepaalde angsten kampt. Wat is dat voor jou? Dat kan natuurlijk voor iedereen weer verschillend zijn. Maar let wel dat je niet alleen staat. Dus misschien heb je bepaalde dingen opgekropt. Misschien zijn er bepaalde situaties waarin jij misschien je niet uit. Dus jullie zijn natuurlijk best gevoelig getekend. En het kan dus zijn dat je het lastig vindt om jezelf eigenlijk emotioneel te openen. Misschien vind je dat angstig. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Ja, echt zo. Hij viel er al uit. De strength card. Ja. De kracht vinden. Misschien ben je de kracht even een beetje kwijt. Ik word gewoon helemaal heel opgelaten. In ieder geval, ik voel zware energie. Vooral omdat dit een uitdaging is. Je kan zelf jezelf de krachten vinden in jezelf. Dus daar loop je waarschijnlijk tegenaan. Ik zie wel veel liefde. Dus er is iemand, of misschien voel je het niet zo, maar er is support. En ik zie een beetje, kijk, deze kleuren lijken wel een beetje op elkaar. Dus het is voor jou belangrijk, als je het eventjes gewoon lastig vindt, dat je healing mag zoeken. Dus er is iemand, dit is natuurlijk een liefdesreading, maar goed, ik pak gewoon op wat ik mag ontvangen. Misschien zit je een beetje in een lastige periode en mag je je angsten echt gaan aankijken, want je bent sterker dan je denkt. Kijk, die prachtige kaarten, of die prachtige leeuw. Dus voel dat ook zo. Voel niet dat je alleen staat, maar dat er vast ook mensen zijn die jou willen helpen, mits jij natuurlijk wel praat. Dus dat kan misschien een dingetje zijn. Misschien zijn er mensen geweest waarin jij teleurgesteld in bent geweest de afgelopen periode of jaren. De vier van pentakels, ja, dus er is iets waarin, dit kan met financiën, omdat ik natuurlijk dat geld zie, maar dat heeft ook iets te maken met je emoties vasthouden. Dus of jij houdt je emoties vast en durft daar niet over te praten, omdat je misschien bang bent om gekwetst te worden. Of misschien uit je schulp te kruipen, maar het is juist wel belangrijk om te praten. De koning van staven zag ik en de koningin van zwaarden. Justice heb ik hier. Ik heb hier een paar kaarten. De vier van zwaarden en een page of wands. Wat ik hierbij voel is dat er een situatie is geweest bij jou of nog speelt. Kan met sommigen met familie te maken hebben of familiebanden. Maar er wordt karma uitgewerkt en dat kan lastig zijn. Dus dit kan al een hele cycle voor je zijn geweest. Maar wat ik zie is dat je echt een balans. Ik zie twee keer een vier. Dus wat voor jou belangrijk is, is echt een balans te vinden in jouw emoties. Dus het niet op te kroppen, maar uit een beetje een rust te komen. Het is belangrijk om echt ook dicht bij jezelf te blijven. Dus voor sommigen kan dat zijn, ga mediteren. Ga iets doen waarin jij je gevoelens weer een beetje op peil kan houden. Want er komt iets aan waarin jij een bericht krijgt of een persoon. Het kan avontuur zijn of het kan gewoon actie ondernemen in iets waarin jij passie mag gaan vinden. Het is, wat ik al zei, een liefdesreading, maar ik voel ook gewoon hele andere energieën bij deze. Er kan een karmisch deel met een persoon zijn uitgewerkt. Waarin misschien een stilstand of rust was, omdat er bepaalde mensen niet praten. Dit kan jij zijn, maar het kan ook heel goed de persoon zijn. In ieder geval is het belangrijk om niet angstig te zijn. Misschien heb jij een pauze nodig. Of mag je uit de rust komen. Maar misschien jiggle je daar een beetje. Het is daarin ook echt een bedoeling om rust
reinheid en regelmaat. Nu zie ik het niet, de temperance kaart, maar dat is wel een beetje wat ik voel. Dus je emoties, ja, een beetje op peil te houden. Wat ik al zei, de Page of Wands zegt natuurlijk iets over een bericht of iets wat er aankomt, actie. Ja, een nieuw begin. Wat mag ik weten over de Strength kaart als uitdaging? Ja, wat echt zo, de 7 van zwaarden. Die lag natuurlijk net ook al onderop. Dus wat ik net al aangaf, er is iets of... Misschien mag je eerlijk gaan zijn tegen jezelf, dat kan natuurlijk ook. Maar het kan ook zijn dat er een situatie, wat ik al voelde, waar jij echt nog wel last van hebt, of waar je nog mee deelt, met een persoon die, ja, een soort van conflict zocht. Of een persoon die niet eerlijk was over gevoel. Of misschien ben je het zelf, iemand die in en uit je leven was. Iemand die energie van jou wilde pikken of... En daar mag je ook voor waken. Dus vind ook de kracht om daar doorheen te gaan. Want dat kan wel pittig zijn. De 7 van zwaarden is vaak niet de fijnste kaart van het tarot. Eerlijk is eerlijk. Nou kan ik natuurlijk alles heel positief vertellen. Maar dit is wel een energie. Want ik heb ook nog de 5 van pentakels. Waarin jij je alleen hebt gevoeld, lijkt het wel. Dus het lijkt wel of je alles alleen moet doen. Zo voel ik, krijg kippenvel, maar dat is een beetje wat ik voel. Dus misschien dat je daarom ook je gevoel vasthoudt. Misschien ben je gefocust op het werk of mag je dat gaan doen. Maar dit is echt een karmisch deel van jezelf. Waarin jij meer van jezelf mag gaan houden. Meer je eigen waarde mag zien. Meer gaan staan voor wie je bent. En dat, ja, dat kan soms lastig zijn, maar het is wel nodig. Want hier ligt wel een prachtige kaart. Een, ja, einde van een cycle, kijk dan. Oh, ik zei dat judgment er niet lag, maar die ligt hier dus wel. Net samen de 6 van pentakels. Dus dat zegt voor mij dat je echt een balans, eigenlijk een cycle mag gaan afsluiten wat voor jou heel pittig is geweest. Spirit heeft eigenlijk, hier heb je ook geen invloed op gehad, deels natuurlijk. Want Justus is natuurlijk wel een kaart van hoger af die, ja, Justus is altijd een lastige kaart om uit te leggen als je... Justus zegt eigenlijk iets dat hoger af eigenlijk... Je hebt bepaalde situaties meegemaakt, ik zal het proberen uit te leggen, waarin jij keuzes had. En die keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt, daar word je eigenlijk nu op een soort van afgerekend. Of ja, daar komt een uitspraak in, om het zo maar te zeggen. Voor sommigen kan het ook het gerecht zijn, dat je te maken hebt met rechtszaken. Maar voor sommigen kan het ook zijn dat het een balans mag komen, dat er een balans aankomt. En dat er een waarheid wordt uitgesproken door het universum waar je eigenlijk geen invloed op hebt meer. En dat je dus meer de rust mag ingaan. En ja, ja, hoe moet ik het uitleggen? Want dit is best wel aparte energie, dat heb ik bij jullie fout. De laatste keren ging het goed, maar ik heb nu weer zoiets van dit is heel wissiewassy. Je wil rust, maar je wil eigenlijk ook iets gaan doen. Dat is een beetje wat ik voel. Je wil actie ondernemen, maar je hebt het gevoel dat je het niet alleen kan. Dus het is belangrijk om door die angst heen te gaan. Zodat je ja, support krijgt. Healing. Echt, de 4 van zwaarden ligt daar eigenlijk ook. Dat zie ik ook echt als de healing kaart. Maar goed, wat nog meer? Ja, kijk, een cycle afsluiten. Misschien heb je bepaald, wat ik al zei, dat is ook echt een karma kaart. Heb jij bepaalde cycles in je leven mogen of moeten doormaken? En nu is het tijd om dat op te schonen. Je hebt een kans. Je hebt een kans om eigenlijk het nu te veranderen. Dus waar ga je voor? Mag ik weten? Ja, kijk. Waar ga je voor? De 10 van pentakels. Het is voor jou ook belangrijk om naar jezelf eerlijk te zijn. Er komt, wat ik al zei, er komt een uitspraak. Er komt de waarheid aan. Er komt een inzicht of inzichten komen op je pad. Wat jou heel gelukkig gaat maken, is wat ik zie. Maar je moet even door de zure appel heen, is wat ik zie. Tenminste, zo voelt het voor mij. Omdat kracht jouw uitdaging is. Ja, wauw, kijk. Nou, zie. De dood, ja, transformatie, jullie kaart. Dus je gaat, wat ik al zei, door een transformatie heen. En dat betekent soms loslaten. Of soms, vaak is transformatie met de doodkaart iets loslaten. Maar eigenlijk ook een vernieuwing. En die valt op de just, of die viel niet op de just. Dus de 2 van cups en de aas, of de knight of cups. Dus... Er is iets, je hebt een lastige periode gehad, maar wat ik voel is dat het eigenlijk best wel goed gaat uitpakken. Mits je daar zelf voor kiest. Hè? Dus het is ook belangrijk voor jou om door die angsten heen te gaan. Er komt iets op je pad, er komt liefde op je pad. Er komt waarschijnlijk weer een samenkomen met iemand waar een stilstand in is geweest. Die waarschijnlijk de waarheid gaat vertellen. Er komt helderheid, je zoekt waarschijnlijk antwoorden.
Maar dat komt er ook aan. Maar het is wel voor jou belangrijk om krachtig te blijven. En niet in het verleden blijven te hangen wat er eigenlijk is geweest. Maar datgene ook los te laten wat eigenlijk niet meer dient. Wat mag ik nog weten over die Peter Wand? Ja, oeps. Ja, geduldig. Geduld is een schone zaak. Kijk, dus je wacht op groei. Je hebt al zaadjes geplant. Maar je bent misschien soms een beetje ongeduldig met jezelf. Want je denkt, wanneer komt het nu? Nou, het komt eraan. Alleen je zou wel moeten blijven vertrouwen op je intuïtie. Dit is een kaart van, je zoekt antwoorden. De antwoorden zijn er nog niet, maar die komen eraan. Dat beloof ik je. Want door deze transitie waar je nu in zit, misschien voel je, wat ik al zei, voel je je misschien af en toe angstig om eigenlijk weer iets aan te gaan. Maar het komt eraan. Dus je kan er niet omheen. Je kan nu ook kiezen gewoon om het gewoon te accepteren. Dat je gewoon dat je liefde verdient. Laat ik het zo zeggen. En blijf ook echt op je intuïtie te vertrouwen. Want er kan iemand in jouw omgeving zijn die misschien een spiegel voor je is. En wat ik al zei, dat je antwoorden zoekt, dat is ook deze kaart. Dit is een medium. Dit is iemand die ook tarotkaarten legt. Misschien leg je tarotkaarten. Misschien ken je iemand. Nou ja, je kijkt deze reading. Dus je bent echt op zoek wel naar antwoorden. Maar die komen eraan mits er dus ja, een cycle wordt afgesloten. En daardoor eigenlijk een nieuw begin. Maar pak wel een balans. Dat is voor jou wel belangrijk. En als je het even niet weet, vraag gewoon om hulp. Daar is niks mis mee, lieve schorpioen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Wat mag ik ontvangen van dit hek? Oeps, dat zijn er wel veel. Ja, nou echt. Ik pak even de bovenste kaart. Wat staat hier? Balans. Ja, het leven is niet altijd het ermee eens zijn. Soms moet je dingen accepteren zoals ze zijn. Een goede relatie is gebaseerd op beide ja, energieën, maar ook met uitdagingen. Dus je hebt waarschijnlijk heel veel uitdagingen op je pad gehad. Maar het is nu tijd, wat ik al zei, een balans te vinden in je emoties. Vraag om hulp. Als je ergens mee zit, spreek het dan ook uit. Dit is wat ik voor je heb, lieve schorpioen. Ik wens je al het goed. Wil je meedoen met de actie? Abonneer, like en deel desnoods. En onderin de comments wat je maar wilt. Joejoe!